Nou, Volkswagen heeft weer een nieuw gaatje in de markt weten te vinden, namelijk de coupé-versie van een B-segment SUV. Deze auto is gebaseerd op de bekende T-Cross. Alleen deze is dan een beetje lager, een beetje langer en natuurlijk een coupé-daklijn. We konden niet zozeer meteen een vergelijkbare auto bijvinden. Je zou natuurlijk de Renault Arkana nog kunnen nemen. Dat is ook een coupé-versie van een SUV. Maar goed, we hebben prijstechnisch gezien deze Opel Mokka erbij gepakt. Dat is ook wel een leuk sportief karretje. Weliswaar geen coupé, maar in die zin past hij wel bij deze auto, omdat hij hetzelfde kost. Nou, helemaal nieuw is deze auto niet. Hij is namelijk gebaseerd op de Volkswagen Nivus. Dat is een auto die in Brazilië wordt gebouwd en geleverd voor die markt. Daar hadden ze hem al ergens midden 2020. Nou, nu komt hij dus ook hierheen. Deze ziet er wat anders uit dan de standaardversie, omdat dit een R-line is. Dus die heeft een iets andere bumper. Oogt een beetje ruiger, een beetje stoerder. Wat grotere wielen ook. In dit geval zelfs 18 inch. Maar goed, het echte grote verschil zit hem natuurlijk in die lagere daklijn. En de auto zelf is ook 16 centimeter langer. Dan zal ik toch even te kijken naar een T-Cross en ik heb die maat eens vergeleken. Maar als je bijvoorbeeld hier zou je dan de meeste verschil verwachten. En er zit eigenlijk maar 2,5 centimeter verschil in zeg maar, deze raamhoogte en bij een T-Cross. Dus dat valt wel mee. Benieuwd hoe dat dan van binnen eruit gaat zien. Ja, het grootste verschil zit natuurlijk hier in die achterkant. Hier waar die lijn schuin naar beneden begint te lopen. En dat bepaalt natuurlijk een beetje dat coupé-achtige aangezicht van die auto. En dan kijken we hier naar de achterkant. Bij die T-Cross zie je natuurlijk ook dat hier zo'n balk tussen die twee achterlichten zit. Alleen het verschil bij deze, bij de Taygo, is dat hier ook daadwerkelijk verlichting in zit. Het ziet er in donker natuurlijk net even wat chiquer en onderscheidender uit. Ja, wat bij die Opel natuurlijk het meest in het oog springende detail is wel deze voorkant. Hè? Dat nieuwe Opel gezicht. Natuurlijk ook met een vleugje retro erin. Die zwarte motorkap die refereert natuurlijk aan die, ja, de oude Opel Manta's met een zwarte motorkap. Dit is dan ook een GS-lijn en ook die type naam GS stamt natuurlijk ook nog uit de tijd van bijvoorbeeld de Opel Commodore. En ook zo'n typisch stijldetail bij de Opels nu is deze vouw hier in de motorkap. Die vooral als je achter stuur zit, dat ziet er heel grappig uit. Dus gewoon een mooie, ja, stoere neus wel. Van opzij gezien ziet hij er een beetje, ja, gedrongen uit. Hij heeft aan de achterkant ook een hele korte overhang. Normaal is dat wel sportief. Maar in dit geval ziet het toch een beetje, ja, een beetje in elkaar gedrukt eruit van opzij. Maar goed, in deze verschijning, met zijn zwarte dak, zwarte motorkap en die rode lijn, is dan een auto die echt wel opvalt. Ja, hier achterin merk je natuurlijk dat we toch met auto's te maken hebben die weliswaar hoog zijn en een beetje stoer en grote ogen, maar toch gebaseerd zijn op auto's uit het B-segment. En het wreekt zich natuurlijk hier op de achterbank, want ja, de beenruimte, mijn knieën moeten naast de stoel. Hoofdruimte is er wel voldoende, dus daar markeert het niet aan, maar hier in de lengte, mooi. Nou, hier waren we natuurlijk wat benieuwder naar. Nou, we zien beenruimte is eigenlijk hetzelfde als achterin die Mokka. Goed, misschien ben ik geen referentie met mijn 1,91 meter. Waar we natuurlijk nog nieuwsgierig naar waren, is die hoofdruimte. Zeker ten opzichte van de T-Cross. Nou, die hoofdruimte is hier gewoon voldoende. Ik zit nog steeds vrij. En wat in deze auto ook wel wat prettiger is, is de rugleuning. Die staat ietsje meer achterover. En geeft ook iets betere steun in je rug. Dus hij zit achterin een tikkie fijner. Alleen de beenruimte is niet veel beter. Nou, dan de kofferruimte. Ook die gaan we weer even vergelijken met de T-Cross. Dan zien we dat we hier 440 liter hebben. Bij de T-Cross is dat maar 15 liter meer. En de T-Roc zit er net tussenin. Dat is een iets groter model, ook een coupé-achtig SUV, maar dan meer op de Golf gebaseerd. Maar ten opzichte van de T-Roc doet deze het gewoon heel netjes. Dan naar die Opel Mokka. Ja, we zien al dat de kont van deze auto een beetje korter is. En dat kom je hier weer tegen in die kofferbak, want die is maar 350 liter en ook niet zo heel erg diep. Groot genoeg voor je boodschappen en zo hoor, maar ja, toch een maatje kleiner dan die van de Volkswagen. Ja, het is natuurlijk bekend dat deze auto zijn genen deelt met de Peugeot 2008. Dat betekent natuurlijk ook de techniek. Dus ja, de motor die hierin zit is zelfs een oude bekende. Het is natuurlijk de 1,2 liter driecilinder met turbo, in dit geval 130 pk. Dus dat is best wel een riante hoeveelheid vermogen. En ja, we kennen hem eigenlijk al uit alle Peugeots bijvoorbeeld waar we mee gereden hebben. Het is een hele fijne motor en dat geldt hier niet anders. Het is wel een machientje met lekker veel daadkracht, goede trekkracht onderin. Ja, wat hij wel natuurlijk heeft is dat hij al vrij snel een wat luide keel opzet als je wat pittig optrekt, hè, dan hoor je hem echt wel duidelijk gewoon werken.
Maar goed, in combinatie met die achttrapsautomaat die hierin zit, is het rijden op de snelweg gewoon heel goed te doen. Wat opvalt trouwens is dat hij bij 100 km per uur blijft hij nog steeds in de zevende versnelling. En pas als je hem langzaam doortikt tot aan bij 105 ligt dan een beetje het kantelpunt, want dan schakelt hij door naar de 8. En dan maakt hij natuurlijk een beetje minder toeren. Als je hem handmatig overschakelt bij 100 naar de 8, schakelt hij uiteindelijk toch weer terug naar 7. Dus dat vindt hij net even wat te weinig. Ja, de zitpositie is gewoon goed in deze auto. Fijne stoelen met een rugleuning die hoog genoeg is, ook voor mijn lengte. Goed instelbaar, hoeft zelfs niet eens in de laagste stand om gewoon goed te kunnen zitten. Stuur is goed verstelbaar. Ja, het interieur ziet er best wel speels uit natuurlijk, omdat we hier met die GS-lijn te maken hebben. Dus met die rode accenten erin. Beetje sportief, een stukje nepcarbon hier. En de bovenkant van het dashboard is van een beetje zacht materiaal. Maar de rest is natuurlijk gewoon allemaal vrij hard, harde kunststof. Het multimedia systeem laat zich op zich makkelijk bedienen. Maar is niet van het snelste soort. Als je dus een toetsje indrukt, dan duurt het even voordat het juiste menu in beeld komt. Ja, dus daar moet je dan weer eventjes op wachten. Dus het gaat niet echt razendsnel. Wat wel prettig is, dat bijvoorbeeld de klimaatregeling gaat gewoon nog met fysieke knoppen. Dus dat kun je gewoon nog makkelijk, toegankelijk. Bekende Opel draaiknopjes en de bekende Opel knopjes zien we ook op het stuur in deze auto. Het zal wel een van de laatste zijn waar dit nog zo is. Typisch die Opel schakelaars aan het stuur. Maar het is allemaal wel makkelijk en overzichtelijk te bedienen. Deze auto heeft ook wat assistentiesystemen, zoals Adaptive Cruise Control. En als je hier nog een extra knopje indrukt, dan heb je ook actieve stuurhulp, waarmee die dus feitelijk een beetje autonoom kan rijden op de snelweg of op autowegen. Blijft die keurig binnen de lijntjes. De Adaptive Cruise Control is wel een beetje van het erg vroeg remmende soort. En ook reageert hij daarna weer wat traag als de auto voor je weer snelheid maakt of als er opeens iemand tussen duikt. Maakt hij nogal een panische rembeweging, neemt in mijn ogen een beetje te veel afstand. Dat doet die Tayco toch echt wel een stukje beter. Maar goed, de rijeigenschappen zelf, hij is redelijk stevig geveerd. Dat zal er wel misschien mee te maken hebben dat het een GS-lijn is en hij staat natuurlijk op 18-inch wielen. Maar hij is niet vervelend hard. Het is gewoon een best wel prettig rijdende auto met enigszins comfortabele rij-eigenschappen. Pas als het echt op slecht wegdek, dan stuit het die misschien net een beetje te veel. Dat zou wel ietsje soepeler kunnen. Maar goed, over de hele lijn is het wel een prettig rijdende auto. En, voorin zit je dus prima, achterin een beetje krapper. Deze auto, net als in de Opel, ook bekende techniek. We hebben hier te maken met die 110 pk sterke 1.0 TSI. Uiteraard ook een 3-cilinder. Ook deze motor die hoor je goed tijdens het optrekken. Hij heeft een 7-traps DSG. Nou, die combinatie is prima. Het is één overbrenging minder. Maar ja, goed, qua toeren merk je daar niks van. Want ja, de overbrengingen die zijn ongeveer wel gelijk aan de 8-traps automaat in die Opel. Ja, gewoon een prettige aandrijflijn. Prima voor Nederlands gebruik. Kijk, je gaat natuurlijk wel merken als je even een vrachtwagen wil inhalen en je moet snel van 80 naar 120. Ja, dan gaat die motor wel heel veel toeren maken, maar veel trekkracht zit er dan niet meer in. Want dat stort helemaal in elkaar. Dus ja, hij rijdt het prettigst gewoon tussen de, laat ik zeggen, 1500 en 3000 toeren. Ja, als je hem daar gewoon tussen houdt, dus je beheerst je rechtervoet een beetje en je rijdt hem gewoon puur op koppel, dan gaat het hartstikke goed. Ja, het interieur, dat ziet er gewoon best netjes uit. Hè. Bij die T-Cross hadden we wel een beetje een hard plastic dashboard. Maar hier hebben we gewoon mooi zacht materiaal, zowel hier als op dit gedeelte. Hier natuurlijk wel weer harde kunststoffen. Maar goed, qua vormgeving, wel weer typisch VW. Gewoon allemaal strak en zakelijk. Het zit mooi in elkaar. Het is goed gebouwd. Daar valt maar weinig kritiek op te leveren. Dat geldt net zo goed voor dit multimedia systeem. Ligt goed onder handbereik hier. Het zit hier wel in het dashboard, maar net als in de Opel. Toch nog wel enigszins naar voren. En het reageert gewoon lekker snel. Het werkt gewoon goed. Het is gewoon een modern bijdetijdssysteem met draadloos CarPlay of Android Auto. Dus ja. En ook een apart paneeltje voor de climate control. Waar ze dan wel weer voor gekozen hebben is van die soort aanraaktoetsjes om de temperatuur te regelen.
een draaiknopje werkt net zo goed en net zo makkelijk. Maar goed, je went er wel aan. Maar of het nou echt zo super praktisch is, mwah. Ja, ook deze auto heeft natuurlijk gewoon de nodige assistentiesystemen. De Adaptive Cruise Control, de stuurassistentie. Dus ook hier weer een beetje autonoom rijden. Wat hij ook heeft, is dat hij zeg maar zelf de verkeersborden leest en ook automatische snelheid aanpast. Nou, dat moet je gewoon meteen uitzetten. Want al bij het eerste stuk wat we reden op de snelweg ging hij opeens spontaan 80 rijden, daarna weer 130. Dus ja, dat werkt nog niet echt optimaal, maar te zwijgen van helemaal niet optimaal. Gewoon lekker zelf de borden in de gaten houden en zelf je snelheid aanpassen en niet door het ding laten overnemen. Zijn navigatie is ook gekoppeld aan de rijhulpsystemen. Dus hij ziet bijvoorbeeld zelf een rotonde en past dan de snelheid aan voor die rotonde. Als je op de cruise control rijdt, hoef je dan zelf niks te doen. Dus hij, en met kruispunten idem dito. Maar ook hier weer, we reden ergens op een N-weg en opeens het systeem denkt dat er een kruispunt komt en begint te remmen. Terwijl er helemaal geen kruispunt is. Misschien is daar de wegsituatie veranderd. Zo kan hij bijvoorbeeld ook een nieuwe rotonde niet erkennen. Dus ja, je moet er niet 100% op vertrouwen op zo'n systeem. Altijd natuurlijk zelf de regie houden. Zitpositie in deze auto is minstens zo goed als in die Opel. Ook hier een goede stoel, goed verstelbaar. Het stuur is goed verstelbaar. Een stevige zit, goede rugleuning. Een prettige zitpositie ook. En eigenlijk als je aan het stuur zit, voelt die auto ook best wel wat groter dan die is. Waardoor je zo denkt, ja, waarom zou ik een T-Roc gaan kopen als ik met deze auto eigenlijk hetzelfde kan doen. Dus qua rij-eigenschappen geldt dat eigenlijk net zo. Daar voelt hij ook gewoon wat zwaarder en volwassener aan dan je eigenlijk op basis van zijn afmetingen zou denken. Het is gewoon een heel prettig rijdende auto. Een beetje ook wel dat typisch Volkswagen-achtige no-nonsense rijden. Ook geldt ook voor de besturing. Voelt er gewoon allemaal goed aan. Niet bijzonder, maar wel meteen dat je je vertrouwd voelt in zo'n auto en dat hij gewoon lekker rustig rijdt. Moeten we het ook nog even over de prijs hebben van deze twee auto's. Want dat is natuurlijk ook weer niet misselijk. Want in beide gevallen moet je toch een kleine €37.000 neertellen. Het zijn natuurlijk ook allebei geen basisuitvoeringen met allebei een dikke motor en automaat. Maar het is toch een hoop geld. Wat ik in het voordeel van die Taygo spreek ten opzichte van de T-Cross is dat de Taygo goedkoper is. En hoe kan dat nou? Als je de cijfers vergelijkt, die Taygo is weliswaar een grotere auto, hij is langer. Maar dankzij die iets gunstigere stroomlijn, hè, door die schuine daklijn, en hij is een beetje lager, zit hij wat lager in de CO2 of zo. Het scheelt zomaar 10 gram. En dat trekt die prijs natuurlijk gelijk. Dus je krijgt eigenlijk, normaal gesproken betaal je bij heel veel SUV's voor de coupé-versie veel meer. In dit geval is hij iets goedkoper. Dat is wel weer gunstig. Ja, concurrentie, ik zei het al, je hebt natuurlijk voor dit geld koop je bij Renault een Arkana die zelfs nog iets groter is en een hybride aandrijflijn heeft. Die kost in de RS-lijn uitvoering ook zo'n 37.000. Goed, wij beperken ons even tot deze twee auto's, deze Opel en deze Volkswagen waar ik nu in zit. Dan neigen we een beetje toch qua voorkeur naar de VW. Dat voelt allemaal net even een beetje geraffineerder aan. De aandrijflijn, de zitpositie, het rijgevoel, de ruimte ook in de auto. Hoewel het achterin natuurlijk niet echt veel meer is. En daar zit hij gelijk met die Opel. Maar in zijn geheel is hij net even een tikje verfijnder.